Hoi, mijn naam is Nick. Ik heb meegedaan met de slechtste chauffeur van Nederland. En nu ga ik online verder. Ik ga met leuke mensen langs de McDonald's. Dus ik zeg, blijf kijken! Vandaag ga ik langs Angela en Elke. Oh, deze dingen zijn heel vervelend. Wacht even. Oké, die hoor ik nog niet, maar ik vind het heel goed. En ik ben dus in België, alleen daar hebben ze dus geen frietsaus, geen gele frietsaus. Dus ben ik langs de Nederlandse McDonald's geweest, nog even snel, en heb ik een paar frietsausjes meegenomen. Ik heb in totaal 5 meegenomen. Wow, alles zit eronder, ik zweer het je. Ik had niet verwacht dat hij zo ging knallen. Ja, jij mag kussen, ik kan het niet. Ja, dat weet ik. Hé, dat is wel vervelend, of niet al die dingen? Ja, trek het er maar vanaf. Ik wou net zeggen. My hair too big for this. En ja, en weet je wat ik ook heb meegenomen? Wat? Dit, wisten jullie dit? Ik ben naar de Nederlandse McDonald's gereden. Maar we hebben ook frietsaus. Ja, daar! Heb je dit in België? Ja. Nee, ik ben naar de Nederlandse McDonald's gereden, hè? Ja, ik zweer het je. Ik denk dat hebben ze hier niet en dat moet ik wel hebben. Oh my god. Ja, tuurlijk hebben we dat, man. Ik dacht, hè? Wat denk je? Dat wij, weet ik veel, een alien land zijn? Ja, weet ik wel. Ik dacht, dat hebben jullie niet. Frietsaus hoeft niet, want we hebben frietsaus van Nederland mee. Die is beter. Nou jongens, ik zeg eet smakelijk. Ja, dank je. Ja, dank je. Ah, ja, ja, maar, ja nee, ik moet die andere hebben. Dan moet jij... Maar hoe gaat het met jullie? Goed. Ja. Ja, ja. Druk, maar leuk. Ja, druk. Waar ben jij druk bezig? Volgens mij met dansen en zo, toch? Ja, mijn job is al een fulltime job. En dan, ja. Daarnaast geef ik inderdaad nog online lessen. En nu zijn de lessen in Tech ook nog begonnen. En dan ja, met Instagram en zo. Nu krijgen we echt veel collabs. En ja, en neem je ook echt alles aan en zo? Nee, alleen de leuke dingen. Alleen de leuke dingen. Ik denk dat ik zelf nog geen 1% van de aanbiedingen aanneem. Nee? Nee, man. En maar jullie zijn ook niet van, nou, ik ga nu even gauw mijn lippen opspuiten. Nee, volgens mij, nee, en zo. Nee. We weten dat we dunne lippen aan hebben. Dus wat stuur ik echt aan die mensen, hè? Ze zeggen, ja, ben je geïnteresseerd in fillers? Ik zo, ja, dank u, ik weet dat ik dunne lippen heb, maar dat is goed zo. Gasten. En wat doe jij ook? Ja, ik ga terug studeren, hè. Ga je studeren? Wat ga je studeren? Ambulancier. Ambulancier? Ja. Vind je ook wel een type voor. Echt? Ja, zo'n pakje aan en zo. Nice. Een beetje. Ja. Maar dan ga je wel rijden. Ja, nee, ik wil echt wel in de wagen zetten, dus in de wagen. Achter het stuur. Oké, okay. Oh. Nou, interessant wel. Ja, maar met corona is dat nu allemaal uitgesteld, dus. Ja. Ja, dat is kut, hè. Wauw. En Temptation. Mhm, heftig. Heel heftig voor jou, denk ik. Maar voor de kijkers wel heel leuk, hè? Voor de kijkers, ja, voor, even serieus, door jullie keek ik. Ja, ja, dat is heel zielig, maar dat is wel echt wel wat eigenlijk iedereen wil, maar... Ja, we hebben echt een beetje van alles gehad dit seizoen, hè? Ja. Echt drama, telefoon, zek, psychopaat. Ja. Sorry, want... Nee, dat is echt zo, baba. Ja, die wordt direct boos als iemand iets negatief over hem zegt. Ja, want jouw vriend gaat vechten met hem, hè? Daar heb ik echt zin in, hè? Mm-hmm. En jouw vriend, ik ga een bokshandschoenen opsturen. Hij gaat Team Chris. Ja, hij gaat trainen, hoor. Even serieus. Is hij al heel erg veel bezig daarmee? Nee. Ja, Chris heeft dat gewoon zo eens gezegd, maar ik weet niet of dat door gaat gaan. Nou, Zach Wires niet, hè, in het begin. Hij stuurde hem in privé. Wat doe je, man? En dit en dat was hij bang, denk ik. Hij zegt, echt? Dat wou eerst helemaal niet. Hij zegt, ik wil een echte tegenstander, maar ik denk dat hij Loki echt super bang is. Ja. Want hij kan blijkbaar echt niet vechten. Ah, ik ga stuk. Nou, dat wil ik zien. Yeah. Hey, jullie gaan mij uitnodiging sturen, hè, dat ik daar ga zitten. En hoe, jongen? En hoe? Eerst en dan helemaal. Ja. Yeah. Heerlijk. Sowieso, je gaat bij ons zitten. Ja, ja, sowieso. En Elke, hoe was het voor jou eigenlijk, als je dat nu terugziet allemaal? Ik vond het moeilijker om mezelf te zien, ja? Dat ik zo emotioneel was, dan dat ik harder zijn seksspel zag. Lijkt me heel, ja, maar het lijkt me ook heel kut voor jou. Ja, maar ik had het al gezien op de kampvuurbeelden, dus ik wist wel. En rustig. Stik even. Waar ik me aan kon verwachten. Ja. Maar om jezelf echt zo zielig en klein te zien. Je was echt niet zo zielig als je denkt, hoor. Nee. De eerste week, hè, heb ik alleen maar gegrinst. Gehuild. Ja, maar ik had zware heimwee, hè. Ja, had je ook heimwee? Ja, joh. Maar ik miste Arda super hard. En mijn familie, en ik was met vreemde mensen. Ik bedoel, met zo'n loco-kind hier. Ze hebben nog niks laten zien van hoe dat echt daar was. Maar er schept wel echt een band, denk ik. Ja, als je daar wel zit met z'n allen. Want je bent eigenlijk gewoon, kom je voor jezelf. Mm-hmm. En je kent helemaal niemand. Ja, ik denk dat mensen zich dat echt niet kunnen voorstellen wat voor een... Ja, connectie dat je daar creëert. Hè. Natuurlijk moet je een klik hebben met die mensen. Mm-hmm. Hè, want als die persoonlijkheid je totaal niet ligt, dan ga je daar geen band mee scheppen. Zoals ja, met de meeste jongens hebben we niet direct echt een
een diepe connectie. Maar met elkaar, ja, ik weet niet, je zit daar echt letterlijk 21 of 24 bij elkaar. Hè. 3 uurtjes ja, waar we aan slapen. Ja, we sliepen echt niet. Ja, we sliepen bijna niet. Maar zo kort, waarom niet? We gingen om 6 uur gaan slapen en om 9 uur komen ze ons wakker maken. Mm-hmm. Maar dat waren wel leuke feestjes, toch? Maar zie, aan onze kant lijkt het of dat super saai was, hè? Maar sorry, oh, volgens mij, bij onze kant lief gewoon altijd dat ja, want ik kwam ook filmpjes tegen. Volgens mij had jij die gedeeld. Mm-hmm. Van, ja, dat was en toen, ook, en toen dacht ik, what the fuck, je had echt wel heel leuk ja, volgens mij. Maar zo was het iedere maar avond. Dat zag ik niet op televisie, mm-hmm, dat nee, het zo grappig was mm-hmm, en zo. Maar ja, toch wel leuk, hoe kom je aan die filmpjes? We hebben op de site van Vijf soms achter de schermen. Oh, echt? Ja. Dus in België is dat? Ja. Mm-hmm. Oh, oké. Okay. Maar kunnen... zo was het dus elke avond. Onze feestjes waren echt super leuk en we maakten echt zoveel plezier. En ze tonen dan enkel zo een paar gesprekken. Mm. En ja, dan lijkt het precies dat we niet dansen. Of dat ja, dat we alleen maar aan het praten zijn. Vind je dat lastig? Een beetje wel. Ik weet niet. Het waren leuke herinneringen geweest. Ja. Ook om terug te ja, zien, om die natuurlijk filmpjes te zien was echt leuk, hè? Om dat terug te zien heb je ja, ik zag dat ook en ik dacht, wow, yo, ik ging helemaal stuk, hè? Ja. We zijn met z'n allen, ja, heerlijk. Ja, man. Ja. En op een gegeven moment dan weet je al eigenlijk dat je relatie over is. En dan, wat denk je dan? Wat, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen, weet ja, je wel. Ja, weet je, ik ben zo'n persoon, als ik in een relatie zit, dan wil ik alles geven. Ja. Maakt niet uit wat je me aandoet, ik wil blijven vechten. Ja. En dat had ik toen ook, ik wou echt blijven vechten, maar Arne wou je dat niet. En op een gegeven moment moet je gewoon loslaten. Heb je daar nu nog veel last van? Nee. Nee, nu is het gewoon echt... Ja, nu is het echt helemaal klaar. Heb je al iemand anders nu? Nee, jongen. Nee? Nee! Ja, als jij eentje naar buiten gaat, dat iedereen in een rijtje staat, geloof mij. Ja, maar dat wel, maar dat is wat te vroeg, hè? Ja, ja, dat is wel waar. Gek. Ja, gek. Eerst even wachten, zegt ze. Nee, ja, ik zou... Nee, ja, ik wil me nog niet openstellen. Nee? Voor iemand, nee. Nee, lijkt me ook wel lastig nu eerst. Ja, sowieso. En ik heb best wel trust issues hoor gekregen. Ja. Ja, ik zou verminderen. Wat is dat? Trust. Meent u dat? Dat is wel Engels, hè? Ja, nee, ja, maar ik kan niet zo goed Engels. Sorry. Trust issues. Oh, vertrouwens issues. Oh, oké, okay, bedankt. Helemaal warm. Ja, ik kan het niet zo goed. Dat die kan taal ik niet allemaal. Dat kan nou niet die taal allemaal. En met wie hadden jullie nou echt geen klik? Heb je daar ook met iemand dat je ja, dacht van... Nee, uw naamgenootje. Mijn Nick. Nick? Ja. Ja, die vond je niks? Nee. Nee. Hoezo niet dan? Super arrogant, maar echt arrogant, niet irritant ook. En oh, irritant en naar de jongens toe ook heel gemeen. Mm-hmm. Oh echt? Ja, precies als ze zo ja, vijanden van elkaar zijn of zo. Echt super raar. En naar ons komt hij toe van ja, heb je vriend al bedrogen? Zeker, zeker, waarom niet? Echt zo van die rare dingen. Zijn je zeker dat je niet gaat vriend gaan? Want je ziet er wel zo uit hoor. Ja, daar. Zijn jullie dat echt? Ja. Wat deed je? Eén keer ding. Gek. Ik zei, oké vriend. Met jou ga ik niet op date. Nee, bekijk maar. Ja. Voordat je meedeed met of, ja, zeg maar, voordat je aanmeldt, hebben jullie alle seizoenen gekeken ook? Ja. Ja? Uh-huh. Wat dacht je? Wat? Ik heb, weet je wat ik gedaan heb? Nou? Ik heb een boekje gepakt. Ja? Ik heb gezien even. Middenseizoen waren er bijvoorbeeld kampvuurbeelden en schrijf ik. Wat kan je verwachten? Twerkende meisjes. Een meisje die op jouw bed. Ah, ja. Op het bed van jouw vriendje springt. Ik heb ja, alles genoteerd. Ik, heb, ja, ik was echt zo mentaal aan het voorbereiden van als ik dit zie, dan nog kan het zijn dat het niet zo erg is in het echt. Ja. En zo. Dus ik wou echt niet gemindfucked worden door. Want er wordt heel veel geknipt en geplakt, hè? Wel, ik vind persoonlijk dat nog wel meeviel. Ja? Maar weet je wat, bij ons was het kapot grappig, want Arda had nog nooit Temptation gekeken. Nog nooit? Nee, nog nooit. Want die kijkt eigenlijk niet. En dus we waren al op YouTube aan het opzoeken en dat seizoen van Tim en Deborah. Oh my god. Dus Baba. Dus ik liet dat stukje zien en Arda zo maar, hè, hoe kan dat dat je verliefd wordt? Oh my god! Meen jij dat nou? Nee! Oh, Baba. Ja, en dan gebeurde dat dus en dacht ik maar, hè, hoe kan dat dan, nu? Wat doe jij? Ja. En dan eerst gaat hij met Eline ja, en daarna ook nog met Amber. Ja, gewoon nog erger dan Tim, hè? Sorry, maar dan en Tim had tenminste nog spijt, hè? Dat was Amber helemaal snugger. Is Amber gezien? Ja, sorry hoor, what the fuck? Ja, heel pijnlijk. Maar jij dacht ook echt dat het aan jou lag, maar Elke, dat ligt echt niet aan jou. Maar het probleem is gewoon, je kunt daar niet met hem communiceren. Hè? Je zit alle twee in een aparte villa. Ja. Mm-hmm. Dus ik kon niet anders dan het op mij reflecteren. Ik denk dat dat wel het eerste is wat meisje denkt van het dit misschien aan mij. En nu weet ik dat dat totaal niet zo is, hè? Nee.
Maar jij krijgt ook wel heel veel support. Denk ja, man. Dat... What the fuck? Echt, jij krijgt heel veel berichten. Ik had dat nooit verwacht dat zoveel onbekende mensen me gingen sturen. Ja. Dat is echt absurd. Dat maar dat is wel heel leuk. Heel lief, lijkt mij dat. Dat is het dan denk ik van. De powervrouw van de Nederland. Ja, dat is echt zo hoor. Ja, ik zweer het je. Jij hoeft in Nederland niet op straat te gaan, denk ik. Was ja, België ook niet, denk ik. Ja. Word je veel herkend nu? Jawel. Ja. Vind je overal leuk? Waar dat we gaan. Ah, ik vind het niet zo erg. Ik vind het wel gezellig. Zeker door de quarantaine heb je echt een lange tijd niemand gezien. Dus nu als je zo'n babbeltje kunt slaan, vind ik dat wel heel gezellig. Ja. En jij, Elke? Ja, weet je, als mensen mij zo aanstaren en niks komen zeggen, oh, ik krijg zware paniek, hè. Dan denk ik, is dat nu goed, is dat nu slecht, wat heb ik misgedaan? Dan kijken mensen zo naar mij en dan denk ik, ah ja, ik heb meegedaan met hem tegen. Ja. Dus dan krijg je een soort paniek aanvallen. Ja, ik weet niet, ik ben altijd een heel simpel meisje geweest. En ik kende altijd iedereen en niemand kende mij. Ja. En nu is het andersom. Dat is heel kan bizar, hè? Nee, ja, maar ik snap dat wel eigenlijk. Ik vind dat echt super grappig, man. Echt ja, hè? Ik was de eerste keer dat ik terug naar de Meer was gegaan. Ik had ten eerste niet verwacht dat er zoveel mensen gingen zijn. Kom ik daartoe. Vol, hè? De Meer gewoon vol. En niet één kop, niet twee koppen, gewoon iedereen draaide zich om naar mij. Ik heb gewoon non-stop zitten lachen. Ik had slapen. Ik kon dat gewoon niet geloven. Ik zat precies in een film of zo, hè? Ik zat heel te lachen. Wat is dit? Maar ik vind het ook totaal niet erg als ze foto's komen vragen en zo. Allee, veel mensen zijn gewoon bang om dat te vragen. En dan sturen ze mij achteraf een berichtje van ja, ik wou een foto met jou, maar ik durfde niet. Ja, kom maar. Ja, maar dat vind ik dan. Ja, ik bijt niet, alle wij bijten niet. Ik ben iemand die dan meteen, als ik iemand bekend zie, ren ik gewoon op. Ja, jij bent toch die en die? Ook al vinden ze niet leuk, boeit mij niet. Ja, dat moet is je jouw wel. Probleem, moet je maar niet op televisie komen. Ja, dat is echt, hè. Ik zweer het je, dat boeit me echt niet. Nee, en dan zeggen vrienden van mij zeggen altijd, als ik wel iemand tegenkom, Nick, niet doen. En dan, kijk mee, man. Dan sta ik er al, hè. Dan heb ik die camera al te pakken, ja. Zullen we dat spelletje gaan spelen? Ja, graag. Ja, ik heb achter jullie heb ik hoofden uitgeprint. Oh nee. Ja. Van jullie zelf. Ik heb wel foto's, goede foto's uitgekozen. Ah, gelukkig, want die van Temptation is echt mislukt. Nee, ja, ik heb andere gedaan. Ah, gelukkig. Ja. Oh, Angela! Hoi, en jullie moeten allebei eentje hebben. Ah, dat zijn zo vragen, dan moet je Angela of Elke. Angela of Elke. Het is zeg maar een soort van, ja, wie zou eerder wat gaan doen, weet je wel? Oh, Elke! Wie zou er eerder een leuke tas stelen uit de H&M? Wat? Ja, Elke! Sowieso, man! Ja? Sowieso! Jij! Nee! Jij! Oh. Jij. Waarom ik? Omdat jij zo zegt. I live by the rules, jij bent criminal! Uh-huh. Ja. Nou, ik zou het wel doen! Nee, grapje. Oké, de volgende. En trouwens, sorry, nog iets. Ik zou sowieso geen tas stelen, want ik draag bijna nooit tassen. Ik ook niet, nou, een leuke ring. Oké, wie zou er als eerst meedoen als een verleidster? Wat? Wat? Nee, echt niet, man. Nee, ik zeker niet. Nee, niemand. Nooit. Nee? Nooit. Maar ten eerste verleid ik ook nooit. Ten tweede sta ik nooit open voor verleiding van random mensen. Dus moest een jongen geïnteresseerd zijn in mij, dan ik gewoon weglopen. Ik gewoon weg. Gewoon rennen, rennen. Nee, wil ik niet. Wie is er het grappigst? Moeilijk. Ik ben mezelf grappig. Allebei. Wie heeft er het meest genoten van de afleveringen? Ik. Ja. Ja. Ja, dat zal wel logisch zijn. Nee, ja, wat moet je daarover zeggen? Ja. Wie zou er eerder wat gebruiken op een festival? Allebei. Is dat zo? Ik ben anti-drugs. Dus ja, ik ben ook anti-drugs, maar... Maar gisteren? Nee, maar sowieso... ja, wiet of zo vind ik wel dat dat moet kunnen. Ja? Ah, dat moet kunnen. Nee, de laatste keer, ik heb dat al gebruikt, hè, wiet? Ja. Al gebruikt, gerookt. Maar ik ben er echt al slecht van gegaan, dus dat zegt me ook niks meer. Nee, dan is dat even klaar, ja. Wie is de grootste dierenvriend? Oei, moeilijkste. Alle twee. Ja, hè, want ik kwam net bij jou thuis, maar jij hebt heel veel honden. Maar jij hebt ook een hond. Zij heeft echt een hond, die is echt 2 meter bij 2. Een wolf, ja. Wie is het meeste blij dat Temptation afgelopen is?
Ja, 100%. 100%. Ik vind het jammer. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik had heel veel stress voordat we vertrokken over hoe dat we gingen overkomen, wat dat ze gingen tonen en zo. Ja. Maar ik vond alles heel goed meeviel eigenlijk. En ik weet niet, ik vond het wel leuk om ons op tv te zien. Dat was echt zo, oh kijk, dat hebben we gedaan. Ja, oké, dat wel. Dus dat was wel leuk om te zien. Ja. En was jij aan het aftellen? Ja, ik was aan het aftellen. Ja, die nasleep is ook wel lang, denk ik, want het is al best wel lang geleden. En een half jaar. En dan moet je nog bij Temptation Talk zitten en al dat soort dingetjes. Mm-hmm. Op zich lijkt me wel een leuke ervaring, maar... Ja, dat zwijgen is gewoon moeilijk. Oké, uiteindelijk wist iedereen wel al dat ik en Arden niet meer samen waren, maar... Ja, het is wel moeilijk. We hebben half jaar niks mogen posten, dat is echt hard, hoor. Ja. Wie is het gekst? Gewoon. Ja, in alle twee. Alle twee? Ja, ja. Zijn jullie allebei gekjes? Ja, zijn jullie ook. Ja? Zijn jullie ook wel vaak op stap met z'n tweeën? Ja. Ja? Ja. Ja! Wie zou er eerder geld geven aan een zwerver? Ik denk alle twee wel. Ja? Alle twee. Ik ben heel vrijgevig op dat vlak. Maar het enige wat een beetje het probleem is, dat we weten dat sommige... Allee. Drugs van gaan kopen. Ja, inderdaad. Of niet echt zijn. Ja, niet echt zijn. Dat kan ook. Dus wat doe ik? Als iemand geld komt vragen, dan vraag ik wat heb je nodig. En ik ben wel soms al een keer naar de winkel geweest en allemaal dingen gekocht. Ja, dat zou ik dan ook doen. En als ze dat accepteren, dan geef ik wel geld. Maar sommige mensen nemen niks aan en dan heb ik iets van, nee, dat klopt niet. Waarom zou je geen spullen aannemen of eten aannemen? En dan geef ik geen geld. Dus. Ja, dat is waar. Ja, dat snap ik. Inderdaad, ik koop liever eten van. Dan weet je dat het goed zit dan het, Wie zou er eerder in de gevangenis terechtkomen? Ja, Elke ook echt zo. Ja hoor. Ja hoor. Ja. Ja, jij bent volgens mij wel duivel met sommige dingen. Ja, met sommige dingen wel. Ja? Ze komt lief en schattig over. Ja, echt, maar ik ben eigenlijk gewoon gek. Ja. Ja man, ik ben heel lief maar ik ben ook gek. Nou, wie zou er eerder inbreken in een zwembad? Ik. Ja, weet ik alle veel. Ja, ik heb dat wel eens gedaan. Hè. S'nachts rond 3 uur gingen we in Dwingelo was dat. Gingen we daar gewoon s'nachts zwemmen. Was gewoon naakt zwemmen. Nee, dat niet. We hadden wel onze zwemkleren aan. Mama. Ja, met z'n allen daar mee. Met je... Zo kinky. Ja, zo kinky, zegt ze. Wie zou er eerder meedoen aan Ex on the Beach? Ik niet, zeker niet. Ja. Waarom ik? Jij bent vrijgezel. Ja. Ja, en dan? Ik zou dat nooit... Hallo, met Arda. Yo! Komt Arda, komt Amber, komt iedereen. We hebben ook niet zoveel Excel om mee te doen. Nee, ik heb er maar 2 dus. Ja, ik heb er ook maar 2. Oh ja. Maar er hoeven er maar 2 te komen. Wat lach jij nou? Hebben jullie dezelfde ex? Ja. Hebben jullie dezelfde ex? Nee. Ik wil weten. Jij hebt hem ook niet door. Ik heb hem niet door. Heb je met Arda ook? Ja. Ik heb hem gedaan met Arda. Jij liegt. Meer dan nou? Dat is maar grap. Ze biedt het je dan nog uit. We zijn niet aan het lachen hoor. Oh! Jij gelooft echt alles, hè? Echt, dat het echt zo. Ja, weet ik. Ik weet niet meer wat ik moet verwachten. Het enige wat ik zou doen naar haar is hem killen. Afhakken of zo. Maar. Oh! Nou, dit was het spelletje al. Vond je het leuk? Ja. Ja, zegt ze. Mooi dan. Dat was echt heel fijn. Oh. Ik heb een cadeautje meegenomen. Oh. En dan wil ik dat jullie die straks wel gaan spelen thuis. Oh. Ah, het is een twister? Het is een spel. Nou, je mag hem, pak hem maar. En je moet hem samen openmaken. Maar worden die hier nog al gewend? Ja, nou en hoe? Is dat dingen? Ah, die ballon. Oh. Darten. Ik weet het niet. Hoe niet? Ik weet het niet. Dat kan? Nee. Met duct tape. Met duct tape, jongen. Ik hou van duct tape. Ja! Oh my god. Nee! Ga niet serieus! Nee! Nou, ik heb het veel te zien. Hé, maar jullie gaan deze wel spelen, hè? Zeker wel. Ik zweer het je! Zeker Ik heb een mooie dapboos voor jullie gekocht. Oh my god, maar dat is echt kei leuk eigenlijk. Ja, hij is echt heel leuk. Ja, dat is echt leuk. Echt één, is echt leuk, dank je. Dat is ja, enig, echt, hè? Dank je. Ja, alsje. Ja man, echt waar. Ja, hier word je blij van. Ik wil eentje, echt hoor. Maar gaan we het nu doen, logeren of wat? Allee. Je gaat er even één proberen. Gewoon voor ons oog, ja? Ik ga proberen. Oké. Okay. Nou, waar moet ik raken? Zo hier. Ja, en daar. Nee, daar moet nog een ding wel. We doen het zo. Ja, oké, voor oké. Oh my god, waarom heeft hij niet steek, joh? Ja! Hij zit! Nog eentje. 1, 2, 3, rats. Het is gelukt. Dit is heel erg. En dan wil ik jullie eigenlijk bedanken.
Jij bedankt. Ja. Ik vond het echt heel gezellig. Ja, mij ook. Wij gaan vaker naar de McDonald's. Dat zullen we zeker. Als ik in de buurt ben, dan bel ik jullie. En we gaan nog een keer stappen. Ja, we gaan een keer stappen. Dat is lachen. Jullie moeten allemaal hun gaan volgen op Instagram. Ik zet het hieronder neer. Yes. En abonneer op zijn kanaal. En op mijn kanaal. Ja, dat ook. En dan tot de volgende keer. Doei! Doei.